Hoofdstuk 5 van het boek van Marcus bevat een indrukwekkend verhaal. Jezus steekt het meer van Galilea over en gaat op weg naar de regio Gadara. In deze regio waren er natuurlijke grotten die werden gebruikt als tombes. Bovendien wordt aangenomen dat graven de woonplaats van demonen zijn. Toen Jezus op het droge stapte, kwam een door demonen bezeten jongeman hem tegemoet rennen. Vanaf vers 2 vinden we de beschrijving van de scène. En toen hij uit het schip ging, kwam hem terstond uit de grafstenen een mens tegemoet met een onreine geest die verblijf hield in de graven. En niemand had hem meer kunnen binden, zelfs niet met een keten. Want hij was dikwijls met voetboeien en ketenen gebonden geweest en de ketenen waren door hem stuk getrokken en de voetboeien vernield. En niemand was bij machte hem te bedwingen en voortdurend nacht en dag was hij in de graven en in de bergen schreeuwende en zichzelf met stenen slaande. Dit was een man die door iedereen in de steek was gelaten. Niemand geloofde in zijn herstel. Jezus bevrijdt hem echter, transformeert hem en hij wordt de eerste buitenlandse christelijke zendeling. Maar weet je, er is iets interessants in dit verhaal. In hoofdstuk 4 van Marcus nodigt Jezus de discipelen uit om de zee over te steken. De Bijbelse tekst onthult dat de overtocht turbulent was omdat ze voor een grote storm stonden. Toen hij de andere kant bereikte, ontmoette Jezus de bezetene, liet hem vrij en gaf hem een missie. Weet je wat Jezus daarna deed? Als je naar het verhaal kijkt, gaat Jezus na de dialoog met de ex-bezetene de boot op en keert terug naar het land Israël. Weet je, wanneer we denken aan de reis die Jezus heeft gemaakt, is het heel duidelijk dat de centrale doel van zijn missie bij het oversteken van de zee, het onder ogen zien van een storm en het betreden van vreemde landen, alleen was om een man te redden die een slaaf van de demonen was. Ja, hij heeft alles achtergelaten vanwege één persoon. Dit is een ongelofelijke scène over het individuele aspect van redding. En weet u, ik kan u één ding zeggen. Als alleen u een zondaar in het hele universum was, zou Jezus toch aan het kruis zijn gestorven om uw leven te redden.